Nou, trainer, dat was een topper. Dat was een leuk potje. En, nou ja, goed, ik denk dat wij, een mooie wedstrijd hebben neergezet. En op sommige momenten op de counter zijn we erin getuind. En met een 3-1 achterstand ga je alles zo niet spelen. En goed, maximaal eruit gehaald, 3-3. En daarna nog volop kansen op 4-3. Dus we doen onszelf dan ook nog tekort, denk ik. Zat alles erop en eraan in zo'n wedstrijd? Ja, dit zijn de mooie wedstrijden. Hè. Dat zeiden we ook van tevoren. Het weer, een zwaarveld, glad. Nou, dan weet je van, er komt een topper hier. Eigenlijk hoop je dan op dit soort wedstrijden. Het is alleen jammer dat het maar een puntje is in plaats van 3 punten. Maar goed, ik denk dat wij een hele mooie pot hebben neergezet. En onszelf daar niets in kunnen verwijten. Jullie begonnen heel goed. En toen zakte het een beetje in. Ja, de eerste half uur waren we heren meester. Komen ook snel op 1-0. En we verloren wat grip doordat we de tweede bal op middenveld, laatste kwartier voor rust, even kwijt waren. En dan zijn ze met hun mannetjes voorin zijn ze gevaarlijk. En die straffen dat met de tweede doelpunt in de counter ook af. En direct naar rust tuinen we er weer in. Ja, dan maak je het zelf hartstikke moeilijk. En dan loop je eigenlijk 35-40 minuten achter met de achterstand. Die je recht moet zien te breien. Maar nogmaals, daarvoor complimenten naar mijn jongens. Want ik denk dat wij dat fantastisch hebben gedaan. En daar kunnen wij rustig weer op verder. En jullie waren 3-8 en toen waren het eigenlijk heel snel weer bij. En toen begon het pas echt, hè? Ja, nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi. Dat 3-3 en nogmaals, daarna nog volop kansen. En ik denk dat de USV het niet meer wist. Die kwam er ook absoluut de middenlijn niet meer over de laatste kwartier. En dan moet je geluk hebben dat hij erin valt. Die mogelijkheden hebben we gehad. Maar goed, op die manier doen we onszelf een beetje tekort, denk ik. Ja, dan gaat de periode naar Nieuw-Leuzen. Die zag ik net een beetje feestvieren, maar goed, was je daar echt mee bezig? Want ja, 3-3, de stand blijft gelijk in wat betreft de competitie. Dat was het belangrijkste om in ieder geval niet te verliezen. Nee, nou goed, kijk, wij spelen altijd om te winnen. En we zijn eigenlijk helemaal niet bezig geweest inderdaad met de periode vandaag. Want wij spelen maar om één ding en dat is kampioen worden. En die periode komt vanzelf wel in de loop van het seizoen. Op welke manier dan ook. Dat kan via de eindstand, dat kan op allerlei manieren. Ik geloof als je bij de eerste 5 eindigt, dat je al een verzekering bent van de periode. Dus op die manier komt die periode wel. Die blijven we wel achter de hand houden. Maar onze doelstelling is gewoon om eerste te worden. Dan was het tijdens de wedstrijd al feest in de kantine. Zometeen gaat het nog even helemaal los. Ja, nou goed, een puntje. Maar goed, zeg ik, wij kunnen terugkijken op een hartstikke mooie wedstrijd. Dus we gaan zeker even gezellig met elkaar in de kantine zitten.